ben Tess, ik ben 25 jaar, kom uit Wieringenwerf. En op dit moment doe ik studie voor elektrotechnische installaties en systemen voor de industrie. Dus ik ben elektricien. Oh, dit is ook helemaal mooi. Hè? Dit. Oh ja. Dit vind ik mooi. Pak die er eens uit. Oh, met die sleep. Oh. Ja, er moet een jurk komen. En dat gaat echt dramatisch worden, want ik kan niet kiezen. Ik vind alles mooi. De kant is heel leuk. Ja, die voorste. Die mouwtjes, oh, deze vind ik geweldig. Die is ook heel mooi. Dit moet ik sowieso passen. Ja. Nou ja, als ik moet kiezen tussen lichtblauw en donkerblauw, dan kan ik daar gewoon 3 uur over doen. Ik ben echt verschrikkelijk met kiezen. Dit vind je mooi, dit vind je mooi, dit vind je mooi. Ja, ik vind alles mooi. Goedemiddag, dames. Oh, hè? De bruid. Dat ben je knap, vriendin. Nou, dank je, dank je. Tess is een lekkere spring in het veld. Knap, lang, mooi haar. Brilletje, hakje, helemaal leuk. Ze heeft meegenomen haar moeder, oma Loes. Oma Loes, nou oma Loes, ziet er prachtig uit. En 2 vriendinnen. Want je gaat trouwen. Ja, klopt. Ja, klopt. Met wie ga je trouwen? Ik ga met Luc trouwen. Luc. 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 Mijn Lucje. Hoe lang zijn jullie samen? Ongeveer 2,5 jaar. Eigenlijk vanaf het eerste moment had ik wel zoiets van, ja, dit is eigenlijk alles wat ik zoek. Luc die is lekker lang, die is lekker slank, echt zo'n gespierde spijker. Hij heeft een beetje een rood baardje en dan heeft hij weer van die donkere haartjes. Het is echt zo'n sulletje. Oh. Hartstikke schattig. Nou, Luc, als je kijkt, leuk. Echt leuk. Je bent een leuk sulletje. Echt een goed sukkeltje. En zo eentje die met zo'n puppy komt aanlopen en gewoon helemaal gelukkig is. Nou, daar hou ik van. En wanneer ga je trouwen? 7 augustus. Lekker midden in de zomer. En ja, wat voor dag gaat het worden als je gaat trouwen? Wordt het een hysterisch, groots uitpak gebeuren? Ja, mijn vriend, dat is echt gewoon zo'n boeren-plattelandsjochie. Zo uit de drek gestampt, hè? Dus die wil gewoon een groot schuurfeest. Oh, nu een schuurfeest? Ja, tuurlijk. Oh, ja. Oh, met veel mensen. Veel bier, veel crossauto's. Dat is wat hij wil. Ja, ik vind het wat minder geweldig. Maar ja, hè, laat het jong gelukkig zijn. Hij trouwt met mij, dus ja, geef hem iets in zijn leven. Oh, echt waar? En hij heeft gewoon gezegd, jij doet lekker de styling als ik dat maar krijg. Oké, oké. Meteen een goede tip voor alle bruiden die nog gaan trouwen. Zorg ervoor dat je eerst de locatie hebt en dan pas de jurk. Want als jij een beeldige prinsessenjurk hebt met kant en een sleep en een sluier en je staat vervolgens in een schuurfeest, ja, dat past niet. Dus ik dacht, dat is handig. Wat voor soort jurk zoek je? Alles vind ik mooi. Ik vind van die kapmoutjes vind ik mooi, maar ik vind zo met zo'n lange kanten mouwtje vind ik ook mooi. Maar dan ook weer zo'n grote Cinderella jurk wil ik ook gewoon een keertje aanproberen. Allemaal glitters over die rok heen, dat vind ik geweldig. Ja, oh, dat vind je ook mooi, ja. Ja, lekker dramatisch, daar hou ik van. Misschien lekker met zo'n slagroomtoeter erbij. Ja. Oh, wat leuk. Oh, geen veertjes, want dan ben ik net Pino. Gaan we niet doen. Geen veren. Gewoon, en ook geen bloemen, ook geen vlinders. Ik ben geen huismoeder, gaan we niet doen ook. Oké. Okay. Ik vraag aan Tess, wat wil je? Nou, dan komt de 10 minuten tekst. Dan heb ik 2 trefwoorden uitgehaald en ik wil mezelf de rest dacht ik. Ze lult natuurlijk veel, dit. Ja, ze lult heel veel. Ik lul veel, maar zij... Nee, maar zij lult heel veel. Ja. Dat heb ik al lang door, dat herken ik natuurlijk. Maar wat zegt ze dan over de jurk, als ze over de jurk heeft? Romantisch en dramatisch. Ik denk romantisch dat je dan... en dramatisch dan tegelijk. Heb je Tess. Dat was romantiek en drama. Nou, vriendin, dan zit je bij mij goed. Wil je drama? Kun je krijgen. Met welk budget mag ik rekening houden? Ik vind dat ongeveer voor rond de 1500 zitten, vind ik wel helemaal prachtig. Mm-hmm. Ja, daar is wel iets ruimte naar boven. Ja. Als echt de jurk is, mag het echt iets meer. Ja. Ja. Romantiek en drama. Tess, naar jou. We gaan succes. Er. Succes. Ga je mee? Tot zo. Tot zo. Heerlijk. Dan wordt het ook drama met Tess. Daar komt Fred vanzelf wel achter. Fred gaat snel naar Tess. Ze heeft geen idee, maar wil wel graag drama in haar jurk. En dan is ze bij Fred aan het juiste adres. Ze wilde gelijk drama slagroom. Hè? Dus eigenlijk opgeklopte slagroom. Oh. Oh, mooi zo met die rug zo. Ja. Mooi ook, hè? Ja, dat is wel liefelijk. Ja, heel erg leuk. We gaan al... Dit is hem denk ik niet. En waarom niet? Ik weet niet, het is niet helemaal... Toen ik hem aan had, vond ik het toch een beetje te veel van het goede. Dit vind ik een beetje te, ik weet niet, te robuust of zo. Het eerste waar je naar kijkt zijn al die lagen. En je wil toch dat ze naar haar kijken, want ze is prachtig. Het mag nog wat eleganter. Ik zonk er helemaal in weg, dus dat was gewoon niet wat ik wilde. Stel je voor het hele mooie... Is die, ja. Waarvan ik denk... Een mooie rug, ja. Dat die zomaar eens mooier kan zijn. Dus, ja. Dat denk ik ook. Ja, ze zullen we die zijn? Proberen? Ja, we gaan die even wassen. Nou. Dan ga je met je slagroomtoet. Ja? Nee, ja, slagroom, ja, dat is toch heel ongezond.
Tess is ook nog aan het passen. De zogenaamde slagroomjurk was geen succes. En jurk nummer 2 is dan ook iets heel anders. Heel mooi dit. Mooi, dit vind ik echt een heel mooi toppie zo ook. Toppie, oh heerlijk. Ik hoor toch een beetje lichtelijk een Rotterdamse tongval. Ja, maar dat toppie is inderdaad, dat staat jou echt heel mooi. Want je hebt prachtig décolleté. Die bandjes vind ik echt heel mooi. Ik vind hem romantisch. Ik vind hem sexy. Ik vind hem ook stoer. Heel gaaf. Dit wil je wel laten zien. Dat begrijp ik, ja. Kom maar op. Tess, zeg het maar. Die mouwtjes, dat vind ik echt prachtig. En het feit dat het niet zo robuust is hier, zo het bovenkantje. Nee. Dat vind ik heel mooi. Ja, en die rug. Ja, die rug is prachtig. Echt geweldig. Je hebt natuurlijk een prachtig décolleté. Dat mag wel even genoemd worden. Prachtig. Je schudt nee en zet prachtig tegelijk. Ja, nou, ik zit te schudden gewoon dat ik gewoon... Ja, schitterend gewoon. Schitterend. Schitterend. Gewoon. Ik heb ze nog nooit zo gezien. Prachtig gewoon. Mooi, hè? Hoe is het voor je om je dochter in een jurk te zien, een bruidsjurk? Ja, schitterend, ja. Maar ik vind bovenkant te weinig en de onderkant te veel. Hè? Maar te veel als in volume? Volume, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, wat vind je te weinig? Stof. Te bloot? Te bloot, oh, te bloot. Vriendin, echt? Nee, zelf vond ik het absoluut niet te bloot. Dat, ja, het is midden in de zomer, dus ik vind dat we dat gewoon op die manier moeten houden. Dat te bloot en onder vind ik te fors. Ik vind hem heel mooi, maar inderdaad, hij moet even wat... Dat hij iets meer langs het lichaam, dat iets minder vol. Maar ze wilde drama. Ja, dat en anders wordt het slank. Nee, maar dat ietsjes. Is geen drama. Nee, ietsjes. Ietsjes. Ja. Moet even strakker, even meer je lijf. Nee, oma niet hoor. Oma vindt hem mooi. Ik vind hem gewoon mooi. Nou, oma, ik ben team oma Loes, want ik vind hem heel mooi. Ik vind hem ook heel mooi. Maar ja. Ik snap wel een beetje wat ze bedoelen, maar dit moet iets... Iets slanker. Soepelvallender. Ja. Soepelvallend, ja. Nou, proberen. We gaan naar de volgende uur. Ja. Okay. Kom mee, schoonheid. Ja. Ik ook. Maar die rug is mooi, hè? Ja, schitterend. Die rug is schitterend. Oh, als het zo loopt. Ja. Je lijkt wel een prinses. Het is ook een prinses. Ja. Twijfelkont Tess zoekt ook de perfecte jurk. Maar keuzes maken is niet haar sterkste kant. Ze heeft al wat jurken gepast en gaat dit keer voor een wat minder wijd silhouet. Hup zo, hè? Hoppakee. Oh ja. Oh ja. Dan staat ze daar met die rok omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Het is een soort olifant in de porseleinenkast, deze meid. En ik hou ervan, want dat ben ik natuurlijk zelf ook, lekker een beetje onbehouden. Ik zie dan een schuurfeest voor me nu. Dat zie ik helemaal voor me. Ik zie dit gaan. Ik vind het toch een beetje country op een of andere manier. Ja. Ja, maar dat is, nou, je zou de... Zocht, je kan gewoon een dansje in. Ja. Ja. Ja, ik vind dit helemaal leuk. Laten we zien, hè? Ja. Ja. Wat we doen? Tess, vertel maar. Ja, hij is geweldig. Ik vind die kleur en het lijfje weer. En de rok is veel beter. Ja, hè? De rok is het soepel van natuurlijk. Beter. En hij is een splitje. Nou, een splitje? Kanonnen, schat. Never ending. Een splitje. Helemaal leuk. Ongelooflijk sexy en heel mooi. Ik zie oma met hele grote ogen kijken. Wat betekent dat, grote ogen? Ja, dat kan bij haar alle kanten op. Oh, god. Levensgevaarlijk. Hou me vast. Ja, heel sexy. Maar we missen nog wat. We missen nog wat. Wat mis je dan? Nog steeds aan de bovenkant te weinig stof gewoon zitten. Te bloot. Ja, niet bloot in de zin van is te sexy. Maar het, ja, ik vind het zo niet echt mooi staan. Maar wil je daar meer stof hebben? Ja, nee, wat meer langs de mouwtjes. Langs je armen hier, dit gedeelte. Wat? Dit gedeelte van je bovenarm. En ik dacht, ja, maar jongens, het is toch heel mooi. Het is een jonge bruid, het is prachtig. Maar laten we even, we gaan niet gelijk vertellen wat we allemaal missen. Laten we eerst beginnen met, wat vinden we wel mooi aan de jurk? De rok. Het lijfje prachtig. Ja. Het lijfje is mooi ook. In de split. Ja. Mooie kant. Split is leuk. Split is leuk. Dat is echt Tess. Dat is iets wat Tess
eigenlijk heel leuk vindt. Ze wil iets aparts hebben. Ja. En de tulle, dat is ook slanker is die. Beter. Zie je? Lekker, we beginnen positief. Ja. Mijn moeder moet er denk ik gewoon eventjes aan wennen. Mijn moeder die moet eventjes een tijdje gaan kijken ernaar. En ik denk dat als ze uiteindelijk het geheel ziet, dat ze dan wel erg blij ervan wordt. Je maar kijkt er nu eens, kijk je ernaar en dan... Moet toch als je langer kijkt is het anders, hè? Ja. Wordt het mooier. Ik zie ook wel het gevoel van de locatie met zo'n jurk. Er kunnen bij wijze van spreken nog cowboy boots onder. Ja. Dan zou het toch cool zijn ook, snap je? Ja, zeker. Dat zou heel leuk zijn. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ken je een beetje lijnen? Nee, ik ken niet lijnen. Maar je hebt nog de tijd. Het is hakken, hakken, teen. Teen, hakken, hakken, teen. Ja, ik ben je kwijt, hè? Nee, maar daarom. Dat kan ik je dus nou eens leren. Komt goed. Hakken, hakken, teen, teen. Hakken, hakken, teen. Schat, we gaan naar de volgende hier. Ja, dus mooi, hakken, hakken, teen, teen. Hakken, ja? Heb je hem? Nee? Ze liggen totaal niet op één lijn en dan slaat de twijfel bij Tess toe. Ze kiest weer een heel ander silhouet om te passen. Oh ja. Nee. Nee, hè? Die mouwtjes. Wie heeft dat bedacht? Ik voel op net rolmops. Dus dat ging hem gewoon... Nee. Nee, het werd hem niet. Lijfje vind ik weer echt geweldig. Ja, maar dat is ook echt mooi bij je. Ik heb alleen dat de rok, heb ik het gevoel dat hij toch iets te plain. Veel te saaie onderkant, daar moet echt meer aan gebeuren. Nee. Nee. Oké, dan hadden we 3 jurken. En 2 keer knipperen met je ogen. En geen 1 jurk. Naar de volgende jurk. Ook Tess heeft weer een nieuwe jurk aan. De eeuwige twijfelaar durft maar geen keuze te maken. Over het model is ze inmiddels wel uit. Maar ja, ook daarin is weer zoveel te kiezen. Oké. Oh ja. Oh ja, ik vind het geweldig. Ik vind hem top. Ik vind hem heel mooi. Ik vond hem geweldig. De rok en het lijfje... Die vond ik heel erg leuk. Ja, alleen die strikken voelde ik me net Tinkerbell in. Dus die hadden weg moeten. Dit wil je laten zien, toch? Ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik van die vleugeltjes heb. Maar wil je deze laten zien? Ja, ja, dat gaan we laten zien. Ja, vertel maar. Ja, het is toch helemaal geweldig. Ja, het is weer even... weer wat anders, hè? Nou, mensjes. Kom maar op. Wat vinden jullie ervan? Ik vind die strikjes echt geniaal. Ja, die strikken. Ik vond het echt hilarisch. Ik vind het echt truttig. Oh. Jij vindt het geniaal en jij vindt het truttig. Ja, ik hou er niet van. Nee, is te veel. Ja, en oma, wat vindt u van de strik? Nee. Nee. Wat vind je zelf van de strik? Nee, tuurlijk. Nee. Die strikken zitten erop, maar die kunnen er natuurlijk af. Wat vinden van de jurk? Net of je een avondjapon aan hebt. Nou, dan heb ik lekker een avondje op onderaan. Nee, maar geen bruidsjurk. Nee, serieus. Ja, ik had wel een beetje zoiets van oma. Vooral oma. Oma! Mijn kleindochter. Stoppen. Maar een bruidsjurk, nee. Hij viel me tegen. Want ik vond het ook net lijken of dat ze een body aan had hieronder. En een rok eroverheen. Maar een bruidsjurk, nee. Dat vind ik zoiets. Ja, zo'n mooie lijn erin. Ja, maar dan soepel zoals dat. Ze begonnen over de bruid achter mij en toen dacht ik van ja... Maar kom op, hé. Ik sta hier zo. Dan moet je niet naar die bruid erachter mij gaan zitten kijken. Het is heel erg leuk dat zij zo'n mooie, strakke jurk aan wil. Maar dat wil ik niet. Dat vind je niet mooi, nee, dat vind ik niet mooi. Want een toestand. Ja. Ik wil het best even aantrekken, maar we moeten ook verder gaan denken. Want als wij dadelijk foto's willen maken... en ik wil foto's met mijn paard... en mijn paard denkt in één keer van... ik ga je doodmaken. Dan moet ik opzij kunnen springen. En in zo'n jurk kom ik niet opzij. Zo, maar dat is even een goeie. Nou, daar heb je niet van terug, Loes. Nee, zeker niet. Nee. Ik ook niet. Nee. Hier kan ik ook nog even op het paard. Dus op het paard. Ja. Kan ook zelfs zo erin. Ja, joh. Hup, wijdbeens. Ja, dan zoveel jurken ontstaat toch een beetje een soort van paniek. En dan weet ik het gewoon even niet meer. Ik krijg toch een beetje last van keuzestress. Een lekker flowy model. Daar blijft Tess bij.
Tess is de laatste die nog in de paskamer staat. Na alle jurken die ze heeft gepast, weet ze het eigenlijk niet meer. Maar gelukkig heeft ze Fred bij zich voor wijze raad. Heel eerlijk, de jurk waar je het meest in sprankelde, dat is toch echt de jurk met die split? Nou, dat was het me mee eens. Die wil ik nog wel aan, want die zat nog wel in haar hoofd. Ja, die rug zo. Een feestje. Ja, ik vind dit top. Ik vond hem gewoon meteen weer geweldig. De jurk, de split, de bandjes, de rug. Het was gewoon, ja, dit was hem gewoon. Ik vind hem wel echt heel mooi. Ja. Ik vind hem heel mooi. Ik vind deze waanzinnig. En we hebben echt wel het jurk op je gezien. Ja. Je was fan van de kleur, van de shape, van de split, van het zachte tulle. Oma en moeders misten allebei stof. Ik dacht, nou, dan doen we toch een sluier. Oh, ja. Kijk nou. Oh, dit is echt heel mooi. Ja, hè? Echt heel mooi. Ja, ik voel me echt als een bruidje in de jurk. Ja. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Ja, dit vind ik echt mooi. En ze kijkt en zegt... Ja, toch dat dit hem is. Ja, vriendin. Dat wist ik 25 jurken geleden al. Knapperd. Niet naar mij kijken, hè? Ja. Maakt het wel af, hè, zo? Ja, absoluut. Mooi, hè? Ja. Alles erop en eraan. Je bent nu gewend ook eraan. En de rok en het lijfje, ja, het was gewoon compleet. Ik vind de kleur echt onwijs. En die split is top. Ze zag er super sexy uit. Lekker met het décolleté, lekker laag. Ik denk dat Luc daar wel heel blij van wordt. En ik zie gewoon aan je dat jij hem ook mooi vindt, dus ook al vinden wij hem lelijk. De bruid bepaalt die tori. Als de bruid weet dat het een jurk is, dan heeft ze een bepaalde blik in de ogen, het gevoel wat ze overbrengt. En dan kunnen de andere mensen alleen maar zeggen ja. Ja, dan heb ik alleen nog maar één vraag. En die moet jij vanuit je onderbuikgevoel beantwoorden. Lieve Tess. Ik vind hem nu al leuk, want het rijmt. Ja. Een mooie naam. Had ik helemaal nog niet over nagedacht, maar ik vind het nu al leuk. Lieve Tess, do you say yes to this dress? I say yes to this dress. Yes, Tess! We hebben een dress! Hoi, hoi, hoi! Het is hem geworden. Nummer 2. Woe! Ik vind New York geweldig. Gefeliciteerd, want je hebt echt een hele mooie jurk. Ik denk dat wij beiden vinden dat deze jurk echt voor jou was. Ja, het was eventjes een bevalling, maar hij is er gekomen. Ja. Vonden we eigenlijk al 4 jurken geleden, maar dat geleden terzijde. We zijn even naar Groningen gereden via New York. Maakt niet uit, het is een pleurencentrum. Maar uiteindelijk, als je er dan bent, dan is het gezellig. Proost jongens, we hebben een jurk! Proost! Ja, ik heb er wel best wel een aardig paar gepast, ja. Maar dan weet ik ook in ieder geval zeker dat ik alles geprobeerd heb.